Sommige mensen kiezen voor een houten vloer, juist omdat deze karakter uitstraalt en mooi warm is. Maar hout heeft ook zo zijn nadelen. Ik bedoel, het heeft meer onderhoud nodig. Het is gevoelig voor krassen, slijten en het kan verkleuren. De Vetewonen tegels bij Douglas & Jones of de Jos Hout, dat zijn echt typisch van die tegels die een mooie vervanging zijn voor hout. Ze hebben die warme uitstraling, maar ze hebben de voordelen van een keramische tegel. Namelijk, ze zijn krasvast en makkelijk te reinigen. Wijnwater en vet kunnen dus ook geen vlekken achterlaten op een keramische tegel, in tegenstelling tot echt hout. En daardoor is zo'n tegel echt heel erg geschikt om van je woonkamer gewoon door te leggen de keuken in, wat vaak met echt hout wordt afgeraden. Ik krijg steeds vaker de vraag of je ook hout kunt toepassen in de badkamer. En dat kan, maar het wordt meestal afgeraden omdat hout heel erg gevoelig is voor vocht en warmte. Maar nu met zo'n keramische tegel kan het echt perfect, want je hebt wel de look, maar niet de lasten. En het leuke is, je kunt het ook anders toepassen. Je kunt bijvoorbeeld je hele badombouw met deze tegel bekleden of een strook achter je wastafel, waardoor je het hout heel erg kunt mixen met je gewone tegels. Eigenlijk ook echt heel erg geschikt voor een grote loft. Heb je hele grote ruimte, wat je een beetje kil vindt. Nou, je kunt ook één plek in die ruimte met hout bekleden de wand. Waardoor het net even die hoeken wat intiemer worden. En ook weer wat specialer. Nou, bijvoorbeeld in de woonkamer, als je grijze vloertegels hebt, mix die eens met een houtlook tegel. Daardoor krijg je weer een heel speels effect. Deze tegels zijn in plankformaat, dus denk ook echt aan je legrichting. Bijvoorbeeld heb je een vierkante woonkamer. Leg je tegels in de lengte, waardoor je woonkamer langer lijkt. En wat je heel vaak ziet is bij een smalle kamer, dat mensen de tegel in de breedte leggen om de ruimte breder te laten lijken. Maar wat ik zelf heel erg leuk vind, is bijvoorbeeld een hele lange gang langer te laten lijken door hem ook echt in de lengte te leggen. Ook heel erg leuk aan deze tegel is dat je bijvoorbeeld in een visgraat kunt leggen. Echt iets typerend voor een houten vloer. Nou, voordat je begint met leggen, maak eerst een plan. Dus kijk ook goed om je heen, hoe hebben andere mensen gedaan. Want het is namelijk heel persoonlijk en bepalend voor je ruimte. Dus als je kiest voor de uitstraling van hout, maar niet voor het onderhoud, dan is de houtlooktegel echt de perfecte oplossing. En ook nog een heel leuk voordeel is dat je hier heel makkelijk een vloerverwarming onder kunt leggen. Dus dan heb je wel de warme voeten, maar minder hoge stookkosten.